Karen Damen liet vorige week via Instagram weten dat haar vader op 14 november overleden is. Hij werd 80 jaar. Rust zacht, papa. Je hebt het verdiend, schreef ze toen bij een foto van haar papa. En wat haar vader precies overleden is, is niet geweten. Nu deelde Karen een prachtige foto op Instagram als eerbetoon aan haar overleden vader. Zo postte ze een foto van het moment waarop haar vader haar weggaf tijdens haar bruiloft in Ibiza. Afscheid nemen is niet loslaten. Het is een andere manier van vasthouden, schreef. Het verlies komt heel hard aan voor de familieactrice. Vorig jaar moest de voormalige K3-zangeres namelijk ook al afscheid nemen van haar pluspapa René.